Ik ben Van de Boer, Software Engineer bij Logica. In deze video toon ik een nieuw WPF-element gemaakt voor Microsoft Service. Dit element kan naast het bewegen, roteren, vergroten en verkleinen, ook bovenop afbeeldingen tekenen of teksten plaatsen. Als je een tekst wil plaatsen, kan je een selectie aangeven waar de tekstvak moet komen te staan. Bij het loslaten van deze selectie komt er een tekstvak tevoorschijn waar de tekst in kan worden getikt. De tekst kan je ook een kleur geven, zoals ik hier de kleur rood geef aan de tekst. Daarnaast kan je verschillende tekstboxen op de afbeelding plaatsen. Hier maak ik nog een tekstbox met de tekst de zijkant geef het kleur blauw. Naast het plaatsen van tekst kan je deze later ook aanpassen of geheel verwijderen. Als je deze geheel verwijdert, wordt de tekstbox automatisch ook van de afbeelding verwijderd. Naast het plaatsen van teksten kan je ook tekenen op afbeeldingen. Dit kan je doen door middel van dunne tot bredere lijnen of de dikte van je vinger. Hier kies ik een iets bredere lijn. En teken ik een blauwe lijn op de afbeelding. Daarnaast kan je ook kiezen om de lijn ook een andere kleur te geven, zoals ik hier een kleur rood geef aan een hele dikke lijn, of een kleur groen geef aan een iets dunnere lijn. Tijdens het gebruik van dit element kan je vrijwel alle acties ongedaan maken of juist weer terugplaatsen. Zoals ik hier bijvoorbeeld. Plaatsen van een tekstbox ongedaan maak of juist weer terugplaats. De gemaakte tekeningen kunnen ook nog op twee manieren worden verwijderd: of per gehele lijn of per oppervlakte van de vinger. Hier doe ik voor per hele lijn verwijderen. En hier verwijder ik per oppervlakte van mijn vinger delen uit de rode lijn. Daarnaast kan er ook nog eens gedaan worden over meerdere lijnen heen, zoals ik hier per oppervlakte van mijn vinger verwijder. Over een rode en een blauwe lijn tegelijkertijd. Dit element is multitouch en kan dus met meerdere personen tegelijkertijd worden gebruikt. Zoals ik hier twee lijnen tegelijkertijd teken. De soort besturing is elementgebonden. Dat wil zeggen dat je bijvoorbeeld twee elementen tegelijkertijd geopend kan hebben. Dus twee afbeeldingen, waarop je de ene tekent. Nu heb je de andere teksten plaatst. De gemaakte tekeningen en de geplaatste teksten zijn tevens volledig schaalbaar ten opzichte van de onderliggende afbeelding. De tekeningen en de teksten kunnen samen met de afbeelding worden opgeslagen als standaard afbeelding, waardoor ze later weer geopend kunnen worden op een normale computer.